Hallo Spanks, ik ben Rick van Spank Gameplay. Dit is Harry Potter in de Geheimenkamer playthrough deel 12 geloof ik. Ja. Nou, ik denk dat het bij deel 15 wel af is. Dat hoop ik wel, dat zal wel goed zijn. Ja, dat gaan we gaan doen. Ik geloof dat we naar de bonuskamer moeten voor de mensen die het nog volgen. Ik heb namelijk alweer 2 weken niet gespeeld natuurlijk. We gaan naar de bonuskamer, lekker smekken. Lekker smekken op die smekkies. We hebben nu alle spreuken, dus het smekkies rendement, het aantal smekkies per minuut zou hoger moeten liggen. Maar je hebt wel een hele korte tijd in de bonuskamer. Je gebruikt nu chique woorden zoals rendement. En zo. Dat is nieuw. Oh ja, maar we moeten ook nog alle secrets vinden, hè. Misschien nog terug naar die Defendo-uitdaging, want daar kan er nog een kaart achtergebleven liggen op bij die deze uitdaging. Hé, wacht, dat herinner ik me opeens iets. Fuck yeah. Kaart en een bliksemteken. Wat eigenlijk een litteken is en ook bliksem en oh mijn god, dat is alles. Ik hoop dat we na de afdeling naar Argoch mogen gaan, want ik wil jullie namelijk iets leuks laten zien. We gaan namelijk een spin bevredigen vandaag. Eventjes zo. Hoppa. Ik verheug me nu al op de tijd in de bonuskamer. Als die Draco erin gaat, word ik boos hoor. Oké, you better let me in de bonuskamer, Albus Peck en Mantis door. Dat heb ik echt gefokt. Goed zo. Als kind, op een of andere manier mocht ik altijd Draco in de bonuskamer. Oh nee, wacht, ik ben niet geweest als kind. Leugens. Dat is niet waar. Dat is geleugend. La 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 la. Smaggy, zie je hoe snel die tijd gaat? Dat is ziek. Dat is ziek hoor. Dat is echt ziek. Dat is niet normaal. Maar gelukkig halen wij toch al onze smaggies met duelleren indien nodig. Zat u nog eventjes een leuk sponsoriseerd tegeltje zoeken? Ja, dan zijn we al zo'n beetje af, denk ik. Waar gaat dit nog over? Dat was hem al. Stel me echt teleur, zwijn zijn. Stel me diep teleur. We gaan denk ik richting Argo gaan en dan pak ik nog even 1 of 2 kaartjes op. Waarom leek het? Oké, wat is het? Niets. Oké, dan neem ik aan dat over enkele seconden iemand aankomt lopen. Aha! Ron! Godverdomme, ik ben een jammer Jannie, helemaal geen zin in. Oké, ik volg je maar, omdat je rood bent. Alleen daarom, Ron. Ik ben wat te koop. Ik heb niet slet. Nee. Slet. Weg. Je bent een slet, slet. Oké, Ron, waar gaan we heen, mijn vriend? Leid mij naar de meisjesbadkamer. Dankjewel, Ron. Kom op, Harry. Hoe doet hij dat zo snel? Je bent een kutkind, Ron. Je hebt rood haar. Niemand mag jou. Niemand mag jou. Nee, ik maak geen grapje. Echt niemand mag jou, weet je wel. Iedereen wil je gewoon dood hebben. Zo, we zijn er. Oh, we moeten natuurlijk nog zien dat Hermeline een kattenmens is. Spoiler alert van de film. Ik weet niet of het in het spel zit. Plas water. That's so awesome. Overspoeling. Het zal toch niet waar zijn. Jammer, de Jenny is heel verdrietig. Ja. Nee, ja, maar in die ene, nu gaat hij met jou. Gooide iemand iets naar je? Ja. Oh nee, het dagboek. Oh, het zijn allemaal door. Het is allemaal ons nodige troep. Echt, dat Oh, dit is wel leuk, dit is wel leuk. Kijk, nu zit ik in de herinnering van Marty Verlijn. Dat is een lachen, man. Dat is een lachen, man. Kijk, daar gaat hij. Ik moet die weg zien te krijgen. Kom op, in die kist. Dit is kinder Hagrid, hè. Dat is wel leuk, handig om te weten. Dit is Hagrid. Kijk, daar is hij. Dik kind, bah, walgelijk. Wat moet dat hier beneden, Martin? Wat moet dat hier beneden, Martin? Je wilde vast niet dat er doden zouden vallen. Dood Voldemort! Dikke Hagrid, doe het! Kom op, dood hem! Hij heeft nooit iemand gedood! Dood hem! En heb eens met een B, niet met een P, Hagrid! Is ervoor zorgen dat het wezen dat dat meisje heeft gedood wordt afgemaakt. Dood Voldemort! Dat zou hij nooit doen, nooit! Dood fucking Voldemort, Hagrid! Nee. Bonumspin, dood Voldemort! Oh, erachteraan, Ricky. Ik had hem kunnen pakken hoor, ik weet niet wat je nou gaat, hè. Harry had altijd al een fortuinlijke voorkeur had voor grote monsterlijke wezens. Zoals de penis in zijn broek. Nee, dat heb ik niet gezegd. Oké, nog een filmpje. Oh, zoveel filmpjes, zo weinig tijd. Oké, laten we gaan verder gaan. Daar zit de Smekkie in. Die pakken we eventjes voor de eer van Smekkies pakken. Halleluja. Halleluja. Ik moet met Hagrid praten. Hij is in zijn hut. Dat is mooi, Ron. Dag, Ron. Ik ben sneller dan jij. Jij bent rood. Oh, wie is nou sneller?
jou over op te lopen, hè? Kan je niet hebben, hè, autist? Hè? Hè? Ik ben lekker sneller. Moet je zien. Moet je zien. Moet je... Nee, Ron. Ron. Nee, Ron. 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 Kutkind. Ik vervloek je, Ron. Gij monster. Gij monstereus wezen. Oh, het is donker. Oh, het is donker. Oh, het is donker. Oké, dan hier nog een secret. Wow, dat was wel heel geheim. Zeker. Zo. Nou, ben ik nog een geheim. We gaan meteen wat geheimen pakken. Nou, we toch buiten zijn. Bedoel ik het net goed doen, toch? Ja. Deze Lumos dan weer. Deze secret heb ik als goed is eerder laten zien. Ik geloof aan het einde van een van de video's. Dan deed ik zo van... Met deze Lumos kon je door die muur heen. En daar ligt daar boven een kaart. Maar daarin ligt nog een kaart. En daar heb je de sponsoriseerspreuk voor nodig. Dat gaan we nu weer eventjes doen. Ik weet niet of we dit deel nog bij Argo komen. We komen er wel. Maar ik weet niet of we hem ook dood gaan maken. Wordt het dan een lange video. Dus ik denk dat het tweeën wordt gedaan. Jammer. Het is wel het leukste stuk van het spel. Nou, het is mijn favoriete stuk van het spel. Ik heb het nog maar één keer kunnen spelen. Want de andere keer kwam het niet voorbij het stukje dat je weg moet rennen. Maar ze wel erin geloven het best in één stukje. Hoor. Dat moet je niet onderschatten. Dus heb ik eigen. Noem eens iets. Noem eens iets tegeltje. Kom eens hier. Zo. Boing. Hoppa. Hoe gaat het nu met mijn kaartenverzameling? 41, 36. Oh, ik moet nog maar 4 zilveren. En nog maar 9 bronzen. Kijk, dat noem ik nog eens business draaien met Harry. Boeien dat je doodgaat. Je bent Harry Potter maar. We kunnen je allemaal missen hoor, Harry. Allemaal. 1 voor 1. Stuk voor stuk. Oh yeah. Echt, Ron, ik weet heus wel... Ik ken heus wel de weg op zwijn staan. Ik zit er nou fucking 2 op. En toch moet ik jou volgen. Waarom volg je mij niet een keertje, Ron? Denk je dat je zoveel beter weet omdat je ouders niet dood zijn en zo? Nee hè, Ron. Ik ga je weer inhalen hoor. Ik ga je weer inhalen. Ik zag net iemand... Kutkind, een beetje. Ga ik je net inhalen, ga je een beetje filmpjes opzetten. Nou, dan heb ik het gehad met je, Ron. Oké, we gaan spinnen. Wat zijn ze? Geen context. Nou, dat was een hele lange stuk gameplay. 2 seconden. Ik heb precies getimed met mijn super nano epische... Wow, wie zit er nou weer een waterschuur in de bos neer? Oh, sponsific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 
Laten we even eventjes lossnijden. Ik snap even niet het nut van deze ding. Oh, we moeten nog een los zijn. Oké, sorry, sorry. Excusez-moi, mademoiselle. Wow. Bla. Hallo, ik ben Chapman. Ben super snel op Amazon. Er is niemand die me niet kent. Oké, kaart. Geef mij de tovenaarskaart en niemand raakt gewond. Dat zijn geen tovenaarskaarten. Dat zijn gewoon smackies. Laat je niet verleiden. 400 smackies. Fuck yeah. Oké. Hé, daar zit daar een Flipendo. Dat is mij nog nooit opgevallen. Dat is wel even handig om te zien, hè. Zo. Kijk. Dit geheim is mij nog nooit eerder opgevallen. En daarom heb ik hem hier. IJzige kamer. No. Er zit wel van een kaart in. Dat is toch mooi meegenomen, hè. Ik had in mijn eigen versie wel een zilveren kaarten, maar dit secret nooit gevonden. Dus dat bewijst dat je niet dat je zilveren kaarten mag missen, zolang ze maar niet op het schoolterrein liggen. Nou, dat is toch weer mooi om te weten. Als je ziet in de playthrough dat je iets gemist hebt, niet dat ik denk dat je dit spel tijdelijk gaat spelen, maar... Het is, ik raad het je zeker niet af, het is gewoon leuk hoor, als je gewoon een dagje verveel, gewoon even Harry Potter. Godverdomme, ik ben aardig tegen jou en wat doe je dan naar mij? Ik ga een beetje doodloop maken, daar vind ik nou niet lief, hè. Ah! Oh, kut, ik viel een beetje verkeerd. Laten we al de kopjes eraf snijden en alles onthoofden en zo. Dwergmannetjes, ga eens dood. Oh, kijk, die eet hij op. Oh joh, dat is best chill. Eet de pik. Nice. Gaat lekker zo. Free smackies. Hij doet een keer voor al die smackies die hij heeft afgepakt. Hij berouwt het, oké. Zie je dat? Zoveel smackies teruggegeven. Wat HP afgepakt, maar dat maakt niet uit. Opslagboek. Opgeslagen. Nou, oké. Ik denk dat we gewoon even doorgaan naar Argoch. Of het nou wil of niet. Gewoon even spammen, joh. Ze hebben helemaal niet zoveel tijd voor zo van nonsens. Het lijkt wel alsof je dat door moet snijden, maar dat is dus even niet zo. Dan neem ik aan dat ik iets verkeerd doe. Ik doe al vaker wat verkeerd, dus ja, dat is wel aan. Hoe kom ik eigenlijk aan die Lumos opeens?
Dit is een beetje raar. Awkward. Ah! Laat me niet strikken, jij dwaas. Ik neem aan dat we eventjes die tovenaarskaart willen. Oké, we gaan even doorverlengen. Ja hoor, daar gaan we, Harry. Hop, oh, sorry. Dat is niet zo goed, hè, Harry. Hoppa. Sponsifico. Ik geloof dat hier een soort van liftje is. Oké, daar heb je hem al. Er is een manier dat ik omhoog hoor te gaan hier. Oh, het idee is gewoon dat je denkt, ik spring in één keer verder, maar... Het idee is eigenlijk, diep van binnen, dat je hierheen gaat, want hier ligt een bronzen tovenaarskaart. Hopla, oké. Oh ja, het is ook het idee dat je opnieuw naar beneden gaat. Je kan niet beneden springen, maar dan ga je dus dood. Het is eigenlijk het idee dat je gewoon hierheen gaat, geloof ik. Oké, dat ging net aan goed. Laten we even doorgaan verlengen. Hé, die Dixie boeit me helemaal niks. Oké, sorry. Skills. Het is moeilijker dan je denkt hoor. Boor helemaal niet. Don't judge me. Zo. Die shogelkikken mogen jullie houden. Ik vind het ook wel een keer leuk om dood te gaan. Oh, enge spin. Niet goed. Je kan die enge spin ook gewoon laten door de juiste webben door te hakken. Maar dat is zo'n breinkieteling. Daar doen wij niet aan hoor. Er zitten allemaal spinnetjes op me. Oké, er zit er nog een. Die laten we nu vrij, want hij kan toch niet meer bij me. Hoop ik. Ja, kan hij klimmen? Oh, mooi, dat kan niet. Dat is mooi meegenomen, hè. Die spin is nogal diep geglitst. Toch niet zo mooi. Hey, een chest. Moet je ook gewoon niet vergeten, gewoon een standaard chest. Zie je, het zijn altijd de makkelijke geheimen die een kaart bevatten. Lijkt wel. Behalve die Vipendo van net. Ik geloof dat aan het eind van deze waterval is ook een secret, maar het is een moeilijke secret, dus je weet al dat die gewoon smackies is, waarschijnlijk. Ik vind het wel heel goed gevonden, secret. Van mij, dat ik het gewoon zag en zo. Zie je, heb je het alweer. Moeilijk secret. En daar gaan de smackies, die vloeien overrijkelijk. Wel 5 of zoiets. En de choco kicker, maar dat is het. Choco kickers zijn voor noobs. Hou af, foei! Doet. Gasten. Come on, man. Epic jump. Spring naar het opslagboek. Zo, hoe is hoe dat moet. Ik heb geen idee hoe lang de recorden zijn, maar ik denk dat we gaan stoppen als we Argog zijn. Dat we Argog koesteren voor het volgende deel. Dan heb je iets om 1 of 2 dagen naar uit te kijken. Ze bevriezen. Kijk, je moet ze allemaal 2 keer doen. Oh god. Ik ga dood. Maar ik ga niet healen. Voor de mensen die me graag hier dood willen, die gaan in dit spel. Namelijk. Oh god. Oké, ik leef nog. Goed zo. What the fuck? Ga dood. Ga dood, man. Hey. Gozer, ga eens even dood, jij. Hey. Oké, dan. Kom, Choco de kikker. Kom eens hier. Nee, ik ga nu wel even healen hoor. Wel Choco kikker healen, dat doen we dan wel weer aan. Zouden er serieus mensen zijn die zover in het spel zitten en nog maar 10 bronzen kaarten hebben? Zouden die bestaan? Maar een van die... Hey, dat hakken we door. Dat is secret? Luidt er niet echt op. Nou, ik denk dat we daar zo op terugkomen. Ik denk zo dat ik deze pilaar moet flipendo, en dat wordt niet gesuggereerd door het flipendo logo. Zullen er nog wat? Nope. Nou, dan gaan we omhoog. Hoppa. Hierachter nog wat. Altijd goed zoeken voor die secrets, hè. Simsalabim. Nee, het is mijn kaart. Nee, niet naar beneden vallen. Goed zo. Brave kaart. Brav. Zo. Daar is een kaboutertje in, denk ik. Ik kan die kabouter... Hey, een spin. Die spin volgt me nog steeds. Ah! Nou, niet zo schrikken. Kijk, die spin volgt me nog steeds. Hij is helemaal gedecodeerd, ding. Hij weet niet waar hij heen moet. Nou ja. We kunnen die dwerg al deze dingen op laten eten, maar dat duurt allemaal zo lang, joh. Ga zo. Goed zo. Dus we snijden alle kopjes eraf. We kunnen ook één zo'n ding tegen die andere aangooien. Dat doen we voor de verandering een keertje. Hoppa. Zo kan het ook, weet je. Moet ook alternatieven geven, natuurlijk. Plakke. Zal ik deze flipendo, want omdat het bord zegt flipendo hem. Oh, dat is best nog een aardig stukje. Oh, hij gaat doorzakken. Ah, dat vind ik wel grappig. Had ik niet verwacht. Nee, echt, als ik... Dat was echt heel erg hoor, die doorzakking. Ik vraag me af of die kist die trouwens heeft neergelegd. Want ik dacht, hey, hier leg ik een kist neer. Dat was wel leuk, wat flubberworm, slijm.
Ik weet zeker dat hij Aragog is, dus ik denk dat ik dan hier de video beëindig. En dan de volgende video gaan we Aragog de spin niet doden, maar eerder bevredigen. Vraag me niet waarom jullie dat willen weten en willen zien. Dat wil je gewoon, oké. Okay. Even wat drankjes maken. Zo, zo. Harry, je bent weer goed uitgerust hoor. 9 drankjes, toe maar. Grote jongen. Nou, dan zie ik jullie bij het volgende deel, denk ik. Doei!